Erik van der Aarde. Gaat die Gent-Wevergem nog eens winnen? Of Johnny Douwe, wat nu de heuvelzone serieus geamputeerd is, is hij zeker niet kansloos. En Eddy Plankaert, of zit hij al met zijn gedachten bij Parijs-Roubaix van volgende zondag? Carlo Bomans, vorig jaar pechvogel, reed lek in de finale en kon niet meteen gedepaneerd worden, omdat de sportdirecteurs waren afgeleid bij de beklimming van de Kemmelberg. Snelle man ook is Jerry Coman, dit jaar al 3 overwinningen in Belgische wedstrijden. En Jean-Paul van Poppel, als hij een klassieker kan winnen, is het wel deze Gent-Wevergem. En Mario Cipollini, de snelste van allen, zeggen ze de meeste tegenstanders. 6 overwinningen dit seizoen, hij is daarmee lijstaanvoerder. Ballerini, een van de grote figuren vorige zondag in de Ronde van Vlaanderen, is een ploegmaat van hem. Moreno Argentin. Bontempi, al 2 keer winnaar van Gent-Wevergem. Komt hij op 3 uit vandaag. En dat is ook een man die, als het op sprinten aankomt, vooraan zal zitten. De Sovjet-Rus Abdou Shaparov. Want het wordt een wedstrijd voor sprinters, zo voorspelt iedereen. De heuvelzone is serieus gekortwiek, het weer is prachtig, er staat daar genoeg geen wind. Dus dit is de klassieker voor de sprinters. Hier hebben we Nico Verhoeven met Peter Pieters. Peloton valpartij wordt er gemeld. Natuurlijk een ideaal punt, wanneer ze 50 meter voor zijn aan de laatste kilometer, is een ideaal punt om er naartoe te spurten. Onze 2 Nederlanders nog met klein verschil. Ja, die op 700 meter gaan terug ingegrepen Nijdam worden. Nijdam die gaat van op 800 meter met de wind aan de rug. Hij mag nu niet stilvallen. Een geweldige inspanning van Jelle Nijdam. Kijk eens aan dat peloton dat daar maar aan het vroeten is en aan het vechten is om terug te komen. Jelle Nijdam. Nijdam heeft natuurlijk geen andere keuze meer. Hij moet vol doorgaan. Hè. En het zit erin. Het zit erin. Kijk eens, die komen niet dichter. Dan moet je toch wel verschrikkelijk sterk zijn. Ja, de sprint moet dan beginnen. Hè. We weten niet. Daar zijn we. We moeten nu op een 500 meter van de streep zijn. Ja. Dat beeld bedriegt natuurlijk. Dat beeld bedriegt natuurlijk. Jelle Nijdam wordt ingelopen. Hij wordt ingelopen, ja. Jelle Nijdam wordt ingelopen. Jelle Nijdam wordt ingelopen. En wie wint hier? Abdou Shaparov. Abdou Shaparov wint Cipollini. Voor Cipollini. En Ludwig, denk ik, ja. Abdou Shaparov voor Cipollini en Ludwig. Dat zijn de eerste 3. Dames komt hier nog door de finale. Abdou Shaparov zit hier links. Abdou Die was Shaparov. Op een gegeven moment dus voor Cipollini, hè? Ja. Abdou Shaparov komt hier. Cipollini komt nog aandringen. Olaf Ludwig daar, die komt er niet meer over. Ze gaan elkaar wat opzoeken, dat is vaak zo in een sprint. Rijden naar elkaar Abdou Shaparov, die het gevaar voelt komen van Cipollini. Een half wieltje, een wieltje voorsprong. En dan Ludwig geeft daar een teken, ik weet niet waarom, hij is toch niet gehinderd volgens mij. En hij steekt zijn arm op, ik weet ook niet. Nee, dus Abdou Shaparov met een wiel voor Cipollini, Ludwig en dan misschien wel Van der Aarden.